Het ruikt heerlijk. Er worden namelijk pannenkoeken gebakken hier op de Morgenster in Nunspeet. En Tini Ras, u bent de leerkracht van deze school. Waarom hebben jullie hier aan meegedaan? Het is vandaag Nationale Pannenkoekendag. Wordt landelijk georganiseerd in samenwerking met Tefal en met Koopmans. Deel gesponsord en een deel door onszelf georganiseerd. En we hebben ons daarvoor ingeschreven omdat we het gewoon leuk vinden om de oudere mensen ook eens een kijkje te laten nemen bij ons op school. Doen alle groepen mee vandaag? Alleen groep 7 doet mee van onze school. En hoeveel leerlingen zijn dat in totaal? Ik heb er 33 in totaal. De grootste groep van de Morgenster. Ik ben dan wel benieuwd hoeveel pannenkoeken er dan eigenlijk worden gebakken vandaag. Nou, ze mochten niet meer dan 2 mensen per kind uitnodigen, want anders hadden we geen ruimte genoeg. Dus ik gok dat er een 50, 60 mensen zijn. Dus er zullen zeker 120 pannenkoeken al door zijn gegaan. Nou, dat is aardig wat. Ja, dat is behoorlijk wat, ja. Wat vinden de kinderen er zelf van? Ja, je hebt het kunnen zien. Kinderen zijn super enthousiast. Ze hebben allemaal hun eigen taak. We hebben wat pannenkoekenbakkers, we hebben wat mensen die drinken uitdelen. We hebben wat kinderen in de keuken staan om op te ruimen. Dus iedereen heeft zijn eigen taak. En die pannenkoeken, zien die er nog een beetje lekker uit of is het toch wel heel moeilijk? Het is wat lastig. Niet ieder kookplaatje doet het even goed. Niet elke pannenkoek ziet er even mooi bruin uit. Sommige worden iets te snel gedraaid, maar de reacties van de mensen die hier zitten te eten zijn over het algemeen goed. En er wordt natuurlijk ook gesmuld van de pannenkoeken. Zijn ze een beetje lekker, mevrouw? Heerlijk. Ja, echt waar. Ze zijn heel lekker. Ik hou van pannenkoeken. Zijn ze zo beter dan dat u ze zelf maakt? Nou, dat zal ik niet zeggen. Ik kan het zelf ook goed. Ja. Wat zijn het voor pannenkoeken? Alleen naturel of zitten er nog bepaalde smaakjes aan? Nee, dit is naturel. Ik hou ook wel van een rozijntje erin. Vind ik ook altijd lekker. Ik doe er wel stroop op, dus dat is wel lekker. En hoeveel pannenkoeken mag u eten vandaag? Nou, ik heb de 2e nu, maar als ze nog een keer langskomen, denk ik dat ik er nog 1 neem. Ja, en een van de leerlingen is hartstikke druk bezig, maar hij is niet helemaal perfect volgens mij. Nee, niet echt. Hoe gaat het pannenkoeken bakken? Goed, tot nu wel. Ja. Hoeveel heb je er al gemaakt? 5, 3 zoiets. Ah, niet echt heel veel nog. Nee. Vind je het wel heel leuk om te doen of zou je liever in het klaslokaal zitten? Nee, leuker dan in de klas. Marleen, heb je de pannenkoeken al geproefd? Ja. Nee. Ja. Nou, hoe smaken ze? Lekker. Ja. Zijn ze niet allemaal hetzelfde of zijn er ook nog een paar heel bruin geworden? Sommige zijn wel mislukt, maar niet alles. En hoe gaat het bij jou met de pannenkoeken omdraaien? Nou ja, het ging wel goed, alleen er viel wel wat om. Heb je ze ook al geproefd? Hoe smaken ze? De mislukte smaken niet zo lekker, maar de goede die smaken natuurlijk wel gewoon lekker. Ja. Wat is de lekkerste pannenkoek volgens jou? Die ik heb gemaakt. We zijn met de handen en vonden het er fijn dat u hier ons vindt.